Hallo allemaal, ik ben Carla en ik neem jullie mee voor het vertalen van Ilias, boek 16, regel 830 tot 842. Zoals altijd moet je eerst even kijken hoe zit het met splitsen. En als je kunt zien hier dat dit eigenlijk één grote zin is. Oké. Maar eerst maar even zo uitzoeken van hoe zie je dat dan. Nou, Evesta is de PV. Mooi. Hier heb ik een komma. Hiervoor staat een accentus. Hierna komt ook een accentus. Dus blijkbaar is het een opsomming van accentussen. En Nepje, deze hier staat dan ook nog een komma. En dan komt Nepje. En Nepje is een vocatus. Dus dit is één grote zin. Nou, dat wordt dan lastig. Dan moeten we eventjes heel goed naar de kleurtjes kijken. Naar wat de naamvallen zijn. En dan zal blijken dat het een grote opsomming is. Dus het lijkt even een lastige zin. Maar als je straks kijkt naar hoeveel kleurtjes er zijn, dan valt het heel erg mee. Waterkleur zal wel een vocatieve zijn. Epo is bijenwoorden. Polin is een accentieve. Keraiksemen, denk aan de trema. Dat betekent dat je niet uit moet spreken als keraiksemen. Maar keraiksemen, belangrijk voor het scanderen. En umen is een inventieve uitgang bij Homerus. Dus hou dat in de gaten. Umen is een inventieve uitgang. Hamen is een actieve. Troiadas, ook al hier weer die trema. En Gunaikas is een actieve. Eleuteron hemar is ook een actieve. Apuras is een nominatieve. Aaksijn is weer een infinitivus. En Niesi is een voorzetsel met een dativus. Filen es patrida Gaian is een activus, voorzetsel met een activus. En dan hebben we die Nepje. Dus er zijn heel veel activussen. Dat maakt het heel wat makkelijker. Patroclus. Patroclus als vocativus. En van hem wordt achteraf gezegd dat hij een dwaas is. Nepje. Expres helemaal achteraan. Hè? Doe dat straks ook bij de vertaling. Evesta betekent jij dacht. Waarschijnlijk zal daar een asie bij horen, want ik heb een aantal inventieven gezien. De inventieven is kiraiksemen, is te zullen verwoesten. Er zit een S-klank in, hè? Te zullen verwoesten. En er is nog een inventieven, te zullen voeren. Dat is die accijn. Accentieve. Nou, Polin Hamein is mijn stad. Troja das Gunaikas is de Trojaanse vrouw. En Eleuteron Hemar is de dag van de vrijheid. De vrijheidsdag, letterlijk. De vrije dag, oftewel de dag van de vrijheid. Ietsje vrijer vertaald. We hadden nog voorzetsels. En Niesi is in de schepen. En Filen is Patrida Kajan is naar het geliefde vaderland. Auroras, ontnomen hebbende. En nominatieves. En dan hebben we nog Epu, zeker wel. En we hebben nog een N'tje. De. Nou, wat wordt het dan? Jij dacht mijn stad te zullen verwoesten en de Trojaanse vrouwen te zullen voeren in de schepen naar het geliefde vaderland. Dat zal het hoofdzin zijn. En deze Eleuteron Hemar Apuras, die Eleuteron Hemar zal er bij Apuras horen. Dus. En het is een nominatief. Nou, dan kun je zeggen, Patroclus. Jij dacht zeker wel onze stad te zullen verwoesten. Dat is een beetje vreemd Nederlands. Het is misschien mooier om hier een ACI van te maken en dan de jij toe te voegen dat die is weggelaten. Jij dacht zeker wel. Dat jij, soms wordt dat dan weggelaten, soms wordt de A van de ACI weggelaten als het vanzelfsprekend duidelijk is dat de A van de ACI is. Dat jij onze stad
zou verwoesten. Ik kan het niet verwoesten schrijven. En dat jij, die jij staat er dus niet, denk ik aan, de Trojaanse vrouwen mee zou nemen. Mee zou voeren, had ik gezegd. In de schepen naar jouw vaderland. En dat deed je nadat je de dag van de vrijheid ontnomen had. Ook daar zou je in het Nederlands nog een hennetje erbij kunnen zeggen. Nadat je hen, staat er niet, de dag van de vrijheid ontnomen had. En als laatste, aan het begin van de versregel, dwaas. Je bent een dwaas, Patroclus. Volgende zinnetje. Taon is een genitivus en daar hoort die proste bij. Dat is een voorzetsel met een genitivus, taon. En taon is toon. En dat slaat terug op die vrouwen. En aan taon kun je mooi zien dat het dus terugslaat op iets vrouwelijks. Hectoros is ook een genitivus. En ook een s is de nominativus. En hier zie ik geen pv, hier zie ik geen komma, dus deze zin loopt door. Possin is een dativus. En ororegatai is een pv. En polemidzijn is een infinitivus. Taon prost betekent voor hen, ter bescherming van hen, voor hen. Hectoros ook is hepoi, de snelle paarden van Hector. Oregatai polemiet zijn. Ze hebben uitgestrekt. Ze hebben zich uitgestrekt, medium. Om te vechten. En possin is voeten. En dan nog dat utje, de aan het begin van de zin, die je niet hoeft te vertalen. Dus dan wordt het de snelle paarden van Hector hebben zich uitgestrekt met hun voeten. Boe. Dat klinkt vreemd. De snelle paarden van Hector hebben zich uitgestrekt met hun voeten. Dat is een beetje vreemd. Daar kun je een synoniem voor verzinnen. En daarom hebben ze dus in de aantekening gezegd dat je die hebben zich uitgestrekt met hun voeten kunt veranderen in lopen in gestrekte draf. Het mooie van die gestrekte draf is dat daar dat uitstrekken nog in zit. En dan, waarom hebben ze dat gedaan? Om te vechten. Voor hen. 834. Angeidatos. Oké, dat is een hoofdzin. Er staat geen voegwoord, er staat geen relativum. Hij loopt door, er stond geen komma. Hier staat wel een komma. Sorry, deze moet er nog bij. Hier staat wel een komma. En ho is een relativum, dus dat is een bijzin. Hier staat geen komma, dus de zin loopt door en dan heb ik dus twee zinnen. Let dus op het enjambement. Als er geen komma staat aan het eind van de versregel, heb je enjambement en dat is heel mooi om te weten van oké, hij loopt door, er staat geen komma. Engrei is een dativus, engrei staat dus weer die trema, let erop bij het scanderen. Autos is een nominativus, trozi, philop, tolemoisi is een dativus. Metapripo is een pv, ho is een relativum dat je nu moet vertalen met omdat, dat staat in de aantekeningen. Svin is een dativus, amino is een nominativus, is een pv en hemar anankaion is een activus. Metapripo betekent ik blink uit. Onder, en daar hoort een dativus bij. Gelukkig heb ik een dativus in mijn zin. Autos is zelf. En
En dan NG is een lans. En de Philoptolemoisi Trosi zijn de oorlogszuchtige Trojaan. En de is de N. Maar aan het begin van de zin, aan het begin van na een punt, vertaal je die niet. Dus ikzelf. Blink. Blink uit onder de oorlogzuchtige Trojanen zal daar wel bij horen. Trojanen met mijn speer. Daar is hij goed in. En ho betekent omdat, staat wel in de aantekeningen. Amuno is ik weer af. En wat hij afweert is de dag van de vrijheid. Vrijheid. En Svin is voor hen. Dus wordt het, ik blink uit met mijn speer, omdat ik de dag van de onvrijheid, sorry, vrijheid, afweer voor hen. En dan krijg je deze, dit is één zinnetje. Ze is een accusativus. Quipes is een nominativus. En edontai is een pv. Een heel luguber iets. Ik blink uit, maar jij, maar jou eigenlijk. Quipes zijn de gieren. Edontai, zij eten op. Jou. En de is hier natuurlijk een maar. Ik blink uit, maar jij. En entade is hier. Dus krijg je maar jou. Het is mooi om ook in Nederlands daarmee te beginnen. Maar begin dus wel met de accusatieve vorm. Ga niet zeggen jij. Maar jou eten de gieren op. Eten de gieren hier op. Adeil. Deile is ook weer een vocativus. Ah, die leidt zo'n vocativus in. En dan heb ik hier een komma, klopt dat? Dan zou hier een pv moeten staan, die staat er ook in. Dus grote kans dat hier een nieuwe zin begint. En dat klopt ook, want de hos-zin is een relatieve, dus dit is een relatieve bijzin. En ook daar staat een pv. Fijn, dan klopt alles. Toi is een dativus. Eslos is een nominativus. Eon is participium van eimi zijn. Jullie kennen hem als oon. Maar bij Homerus is het heel vaak met een extra augment erin, metrische rekking. Eon. Hou wel het verschil in de gaten tussen eon en ion. Eon is participium van eimi. Ion is participium van gaan. Achilles is een nominativus. Hos is een nominativus. Poe is een bijwoord. Toi is een dativus. Mala lijkt een accusativus, maar het is hier een versterking van polla. Dat zie je pas later als je aan het vertalen bent. Menon is een nominativus. En Ionti is een dativus. Dus hier heb je Eon en Ionti. Dit is zijn eimigaan en dit is zijn en dit is eimigaan. Nou, wat betekent het? Hadeile. Ach, Adeile betekent o rampzalige. En oede betekent zelfs niet. En niet maar niet, want niet zelfs niet. En zelfs niet, weet ik omdat ik hem al vertaald heb, klinkt hier het leukste. Eslos betekent dapper zijnde. En Achilles is Achilles. Grijsmezin is vrij vertaald, hij hielp. Hij hielp, maar hier moet het eigenlijk vertaald worden met hij kon helpen. Hij hielp. Maar vrij vertaald wordt het dus, hij kon helpen. Dit is, dat doe ik straks wel, dat merk je dan wel. Hij hielp. En toi en wie je helpt staat in de dativus.
En wie staat er in de dativus? Toi. Toi is hetzelfde als soi, dus dat betekent jou. Dus dan krijg je, o rampzalige, zelfs Achilles hielp jou niet. Dapper zijnde, hoewel hij dapper was. Toen hij dapper was, omdat hij dapper was, kan het allemaal niet. Toen is het beslap, omdat slaat nergens op. Hoewel is hij het mooiste. Er zijn een paar keer instanties waarbij je een participe met hoewel kunt vertalen. Begin altijd met toen of omdat, of met die. Maar soms kun je beter uitwijken naar hoewel. En als je er goed over nadenkt, Achilles die vecht niet mee, dus hij kon hem niet helpen. Daarom zeggen ze hier vrij vertaald, zou je hier kunnen zeggen, o rampzalige, zelfs Achilles kon jou niet helpen. Maar, ach, op zich klinkt dit ook wel goed. O rampzalige, zelfs Achilles hielp jou niet, hoewel hij dapper was. Hij kon het niet, want hij was niet in de buurt, maar ja. Maar vandaar, daar haalden ze dus die kon vandaan. Als je erover nadenkt, Achilles is er niet, dus hij kan hem niet helpen. En dan wordt er iets van Achilles gezegd, namelijk die, Hos. Menon is wachtend, blijvend. Epitello betekent opdragen, hij droeg op. En wat droeg hij op? Polla, vele dingen. En aan wie droeg hij dat op? Aan jou, gaande. Dus dat participe hoort bij jou, hè. Poe is dunkt me. Soort tussenwerpeltje, denk ik. En mala is zeer. Dus dan krijg je die, terwijl hij bleef, die jou vele dingen opdroeg toen jij daar naartoe ging. Denk ik, terwijl hij zelf daar bleef. Dus wat maken we daar voor moois aan? Van die, terwijl hij achterbleef, bleef jou, dunkt me zeer, zeer vele dingen opdroeg. Toen jij ging. Denk eraan dat je jij zegt. Hè? Zeg niet toen hij ging, want dan is die ionta een ionti, een nominatief en niet een datief. Dus je moet laten zien dat die ionti bij toi hoort. En dat kun je het beste doen door hier in de PV jij te zeggen. Toen jij op pad ging. Nou, wat draagt hij dan op? Hier staan de aanhangstekens openen. Dus als de vraag is, wat draagt hij hem op? Kijk naar de aanhangstekens openen. Dit draagt hij hem op. Hoe staat het dan met de PV's? Met de zinnen? Meprin ienoi hypokluiten. Hier staat een PV. En die epi is een stukje met voorzetsel. Dus ik denk dat dat er ook nog bij hoort. Hier staat wel een komma en er staat prin. Dus die, daar kun je een nieuwe, dit is een voorzetsel, een voegwoord, dus daar kun je mooi een nieuwe zin laten beginnen. En dan ziet het er zo uit, want hier zitten verder geen komma's tussen. Dan kun je zeggen, ja, oké, allemaal prima, mooi en aardig, maar er staat hier geen werkwoord in. En in die onderste zin ook niet. Nou, dat komt door de prin. Deze prin is hier een bijwoord en betekent eerder. Soms moet je gewoon denken aan twee mogelijkheden. Maar mij met een infinitivus, mij geeft aan dat het een gebiedende wijs is. Dat betekent niet en mij wordt heel vaak dus gebruikt bij een gebiedende wijs. Maar die staat hier niet in. Denk dan aan, er staat wel een infinitivus in, ienai, en dat betekent gaan. En die ienai is een infinitivus en kan dus een infinitivus pro imperativo zijn. En dat zie ik eigenlijk al door die mij. Want mij is typisch iets voor een imperativus. Patroclus hypocluite is een vocativus, daarom staat hij tussen commas. Mooi is een dativus. Ne as epiglavuras is een actief voorzetsel met een actievus.
Hectoros androphonoio is een genitivus. Haematoenta chitona is een axtivus. En peristatesi is een dativus. Met weer een infinitivus erin. Er staat weer geen PV. Maar deze infinitivus komt door prin met een infinitivus. Prin wordt heel vaak gebruikt met een ACI. En vandaar dus de infinitivus. Dus dit zijn twee nare infinitivussen. De eerste infinitivus komt dus omdat de infinitivus pro imperativo is. En dat zie ik door die mij. Mij is typisch een woordje van niet bij gebiedende wijs. Deze prin komt omdat dat een woordje is dat betekent voordat. En er staat dan altijd een ACI bij. Dus zo kan in één zin twee verschillende dingen aan de hand zijn. Hou daar rekening mee. Wees dus flexibel. Patrocles Hippocluiten betekent wagenstrijder Patrocles. Epilavurais Neas is naar de holle schepen. Typisch een epitheton van de schepen. De holle schepen zijn ze altijd. Klopt ook, ze zijn ook hol. En Moi is een ethische datief, zoals we dat noemen. Mij. Dus dan krijg je wagenstrijder, Patroclus. Ga niet eerder naar de holle schepen. Dus dat betekent kom terug, want dat zijn typische schepen van de Grieken. Ga me niet eerder, zeggen wij in Brabant ook wel eens, ga me niet eerder naar de holle schepen. Dativus ethicus, dat is degene die daar belang bij heeft. Je kunt hem ook weglaten. Maar in Brabant kan het best goed. Ga me niet, nou, wat heb je me nou daar gedaan? Ga me niet eerder naar het holle schepen. En dan krijg je die voordat. En haematoenta chitona is de bebloede chiton. Een soort onderkleed. Van de mannenmoordende Hector. En daixai is te hebben verscheurd. En epiristatesi is rondom zijn borst. Gek genoeg heeft Achilles dit helemaal niet gezegd, hè? Hector heeft hier, vergist hier zich. Achilles heeft dit niet gezegd. Achilles heeft gezegd, Patroclus komt zo snel mogelijk verder. Ga niet achtervolgen. Maar dan krijg je dus voordat ACI, jij, hier is weer de jij weggelaten. Het spreekt vanzelf, Patroclus wordt aangesproken, dus die jij, de A van de ACI, is het natuurlijk logisch voor iedereen dat je hier wel voordat jij moet zeggen. De chiton van de mannenmoordende Hector rondom zijn borst hebt verscheurd. En de bebloede hoort hierbij, de bebloede. Nou, is er met die bebloede iets aan de hand? Kijk, voordat jij de bebloede chiton van de mannenmoordende Hector rondom zijn borst hebt verscheurd. Die chiton is pas bebloed op het moment dat het verscheurd is. Dus dit is een prolepsis, deze bebloede. En daarom kun je beter in de echte vertaling hier zeggen, voordat je de chiton van de mannenmoordende Hector hebt verscheurd, zodat hij bebloed is. Dus soms als je vertaald hebt, kun je echt eventjes een stapje terug doen en nadenken. De bebloede chiton, die is niet bebloed op het moment dat hij nog niet verscheurd is. En dat is dan typisch voor een prolepsis. Een prolepsis is dus iets, een bijvoegnaamwoord dat ergens bij staat, dat pas iets kan worden als het daarna pas gebeurt. En dan de laatste zin van dit traject, 8842, ulpose, prosefe enzovoort. Prosefe is de PV. De is een voegwoordje, staat altijd op de tweede plaats, maar dat betekent dat het hier een nieuwe zin is, want hier staat nog een PV. Se is een axtivus. Soi is een dativus. Frenos, axtivus. En afronie en datius.
Afronie heeft met vrienders te maken. Hè? Een mooi woordspelletje. Cross 7 is hij sprak toe. De actievus is jou. En host betekent zo. En poel betekent dunkt me, denk ik. Dus dan zeg je, dan krijg je zo sprak hij jou toe, denk ik. Denk eraan, dat is dus gewoon eventjes die poe. Is geen apart zinnetje. En dan krijg je soi en afronie. Is een dativus. Jou en afronie betekent onverstandige. Pijten is e-pijten. Denk eraan, het is geen gebiedende wijs. Pijten zou kunnen gebiedende wijs, maar het is hier e-pijten. Het argument is metricausa weggevallen. Hij overtuigde. En wie overtuigde hij? Het hart, het verstand, het hart. En we hebben nog een ennetje. En die de moet je wel vertalen, want hier staat een komma. Dus denk eraan, als er een de staat voor een, na een punt, hoef je hem niet te vertalen. Staat er een de na een komma, dan moet je hem wel vertalen. Dus dan krijg je. En hij overtuigde het hart voor jou, onverstandige. Je zou bijna kunnen zeggen van jou. Soms kun je een dativus bij Rimeus met van vertalen. Maar kijk daar vooruit. Hier zou je het echt wel kunnen doen. Nou, dit was dit stukje tot 8:42. Sorry. En ik hoop dat jullie er iets van dat ik jullie iets ervan geleerd heb. Dat je begrepen hebt hoe het in elkaar zit. En dat jullie dit langzamerhand ook zelf kunnen doen. Tot de volgende keer.